En? Vind je hem mooi geworden? Ja, hij is super mooi geworden. Hij is zo strak. Ja, kijk zelf maar. Otra vez, aquí la tengo otra vez, diciendo que quiero otra vez. En welkom weer bij een nieuwe vlog. Ik sta in de studio. En het is de studio van mij en Demi. Je hebt misschien wat dingen voorbij zien komen op internet. Maar ja, wij zijn hier eigenlijk gaan slapen. En toen hebben we hier gewoon laminaatvloer erin gelegd, de muren gestuurd en eigenlijk voor de rest nooit echt iets gedaan. Ook de oude deur zat er nog in. Hier zat er toen nog een heel klein deurtje in. En dan dacht ik, het is tijd om eigenlijk voor ons ook eens een mooie studio te gaan creëren, toch Dave? Ja, dat is wel leuk toch? Ik heb hier dus een heel stuk uit de muur gehaald. Want hier komen dus twee nieuwe balkondeuren in. Nou ja, dat deurtje was ongeveer zo laag en zo breed wat erin zat. Dus ik heb alles opengebroken. Nu heb ik eigenlijk weer twee nieuwe hoeken gecreëerd, rechts en links. En ook boven. En dan krijg je dus weer eigenlijk een mooi vierkant, net zoals het raampje. Want het raampje, ja, dat kennen jullie natuurlijk nog wel. Die heb ik ook helemaal uitgebroken en groter gemaakt. En ook weer een mooi vierkant, helemaal strak gemaakt. En dat is eigenlijk dus wat ik ook nu ga doen met de voordeur en achterdeur. Dat er eigenlijk het hele venster gewoon weer netjes is. En daarbij hebben we natuurlijk ook het hele plafond gedaan. Want dat was, nou ja, allemaal dat riet hadden we nog ertussen. De balken waren nog helemaal met de schors. Dus die hebben we helemaal ontveld, geschuurd, netjes gemaakt en ertussen gestuukt. Dus dat is al eigenlijk klaar. Er hoeft alleen nog geverfd te worden en de balken gebijst. En dan nou is dat ook helemaal netjes. Hebben we ook nog elektriciteit overal in de muur gemaakt, want dat hadden we nog niet. Dus dat is ook een heel stuk beter. Dus hier komt de schakelaar bijvoorbeeld voor buiten. Nou, die zit er dus nog niet op. Maar hier zit dus al wel een schakelaar. En die komt dan voor de lamp daar en daar. Nou ja, de voordeur. Daar ben ik nu mee bezig. Dat is eigenlijk zelfs, zoals jullie dit hier nog zien, dat wordt net zoals daar. Dus ik ga dit nu opvullen. En dan dat het strak wordt met de riklaar. En dan kan ik hier ook weer een strak plafondje in maken en de muurtjes gaan opvullen. En dan is het allemaal klaar. Nou, ik heb hier een beetje cement aangemaakt. Lekker cement. Dan heb ik hier een bakje. Dan kan ik op de trap staan. Doe ik sjeeuw. Een beetje pakken. En dit is een hele fijne zand. En dan kan ik het zo ertussen gooien. Nou, ik ben weer alleen. Demi en mijn ouders die hebben ervoor gekozen om naar het strand toe te gaan. En ik ben hier nog even lekker bezig. Deze kant is al zo goed als opgevuld. Dus dat ga ik zo meteen dichtstukken. Ik ga nu even wat cement aanmaken, want het gaat wat makkelijker dan met gesso. Gesso is gips. Dat moet ik elke keer een klein beetje aanmaken, anders wordt het te snel hard. Dus ik ga nu even een beetje cement aanmaken. Ga ik dit opvullen en dan ga ik het zo meteen helemaal weer opvullen en stukken. Wij gaan naar het strand. Even lekker zwemmen, of niet James? Even afkoelen, want het is hartstikke warm. Nou. We zijn helemaal beladen. Komt u het mee? Even een frisse duik nemen hoor. Ja, lekker. We hebben ook de koelbox lekker mee met wat water erin. Hapjes. Ja. Daniel die wou niet mee. Nee. Hij weet niet wat hij mist. Ja, die is aan het stukken natuurlijk. Voor ja. Hij heeft nog geen rust voordat de deuren en de terrasdeuren en het raam. Dat is trouwens over dus die mooie muurschildering van Jurgen. Ja. Hij staat er weer. Dat is inderdaad die mooie muurschildering. En je ziet wel, hè, dat anderhalve meter hier, dat wordt lastig, denk ik. Ja. Ik denk dat we een stukje die kant op moeten lopen, want dat het een plek is. Denk je niet? Parasolletjes erbij. Lekker hoor. Lekker. Heerlijk, en wat een rust. A few moments later. Wij zijn weer boven en ik ga heel even kijken hoe het met Daniel gaat. Hoe gaat het hier? Ja, goed. Mooi geworden. Deze twee muurtjes zijn gestuukt. Ik moet alleen nog zo sponsen en dan netjes. Is deze kant klaar. En dan kan de deur erin. Dan kan de deur erin. Goedemorgen, we zijn juist net wakker. En gisteravond tot 11 uur doorgegaan. Ik kom 12 uur in bed.
Het is nu 8 uur geweest net. De wekker is net gegaan. Ik moet eerst zo even naar de bouwmarkt nog wat zakken bij Capafina bij gaan halen. En ik moet even mee naar Hazelino. Even de stijger verzetten. Mijn vader die heeft een nieuwe graffiti op de muur gemaakt. Mag eerst even douchen. En? Vind je hem mooi geworden? Ja, hij is super mooi geworden. Hij is zo strak. Ja, kijk zelf maar. Het ziet er echt super mooi uit. Heeft hij echt weer netjes gedaan. Wauw. Logo van Hazelino. Hier komt het restaurant. Hier staat jou en jouw man staan. Restaurant en bodega. Oh ja. Aan die kant restaurant en aan die kant bodega. Wil die ook allemaal drijven crossen langs de rand? Ja, dat is wel heel vet. Net als de muurschildering eigenlijk van het televisieprogramma. Dus we hebben nog wel even wat werk te verzetten. Pokkenpokken hoor. Eerst koffie. Ik dacht ik een letje. Op het terras. Wordt ook hard geklust. Er wordt nog een hoekbank gemaakt. Oh, die mooie pallets. Ze wordt zo'n hoek als dit. Het is lekker warm op het terras, hè? Oh, mijn god, zeg. Elise en ik hebben de pallet gesloopt. Tenminste, Elise heeft hem gesloopt. En dan heb ik de spijkers teruggeslagen. Die moeten we er dus uithalen. Dat worden dan plankjes. Die kan Jurgen weer afzagen op maat. Om ze zo vast te maken aan het bankje. Ik ben ondertussen weer thuis aangekomen en ik ga weer in mijn eentje verder aan de studio. Zoals ik vanochtend al eerder zei, ik was doorgegaan tot 11 uur 's avonds gisteren. Want wat jullie voor het laatst hadden gezien was dat dit nog helemaal open was. Dus dat heb ik helemaal dicht gemaakt, dat kun je wel zien. Dus het is nu een mooi vierkant geworden. Zo ziet het eruit. Hier komen dan de twee nieuwe balkondeuren in. Ik ga hem nu even weghalen. Nou kijk, zoals jullie dus nu kunnen zien, is het een mooi strak vierkant. En dat ga ik dus opvullen, net zoals aan deze kant. Die ik jullie net ook liet zien. Dus ik ga nu even een beetje een stuksel aanmaken. Ik ga eerst het plafond nog een beetje opvullen, want het is nog te hol. Anders gaat het allemaal zakken. Dan krijg je helemaal van die bellen. Een soort van dikke buiken krijg je dan allemaal. En dat moet ik niet hebben, want ik wil het helemaal mooi strak maken. Dus ik ga maar even beginnen met aanmaken. En nou vragen jullie je natuurlijk af, doen de meiden nou niks? Maar dat lijkt alleen maar zo, want we kunnen niet en werken en filmen tegelijkertijd. Nee. Maar wat hebben wij allemaal gedaan? Nou ja, we hebben natuurlijk het groene neergelegd, de pallets allemaal uitgezocht, de pallets goed op elkaar gelegd, de pallets uit elkaar gehaald, zodat Jurgen lat heeft om de banken mooi aan elkaar te maken. Jurgen maakt alles mooi op maat en wij doen eigenlijk het voorwerk, hè? Ja, dus Jurgen is nog bezig. Hard bezig op de achtergrond. En wij maken het hier ook ondertussen even gezellig. Ja. Gezellig met een parasol en een kleedje. Gaan we even een cocktailtje drinken. Even uitproberen of het werkt. Daar komen ze aan hoor, met de laatste versieringen. Ja. Hier blijven. Cool. Kom maar. Goed uit. Jueves, vamos a abrirlo. ¿Jueves? Sí. ¿No hay mitad? Taco. Dat ziet er goed uit. Ja, lekker hè? 18 plus hè, dit terras. 18 plus. 18 plus cocktailbar. Geen kleintjes, gewoon vanaf 18 en hoger. Die mogen hier komen. Er wordt vette muziek en zo. Dus gaat helemaal goed komen. Er komt nog een bar hè? Komt daar nog een bar? Er komt nog een grote bank. Stoeltjes. Daar komt nog een grote bank. Hier tussen. En we missen ook nog een rol, hè? We missen nog een rol. Hier komt nog een bank voor 4 personen. En dan komt hier een heel huisje te staan. En dan komt het toilet naast. En de bar.
Nou, hoe gezellig. Dus, door de cocktailterras, lekker muziekje aan, uitzicht op de Sierra Nevada. Wat wil je nog meer? Ik zeg, kom, we gaan naar de cocktail. Ben je ook al klaar voor cocktails? Nog een paar latjes. Zo. Finito. Bye. Hartstikke idee. Het lijkt sneller dan dat het is, want het is inmiddels al 4:15, dus je bent gewoon de hele dag bezig. Het ziet er super mooi uit, hè? Ja, nog eentje te gaan, toch? En zo ziet het er gewoon uit. En zo is het af. We gaan nu even wat eten en dan gaan we eventjes gezellig kijken bij Daniel. Want die is natuurlijk ook bezig met klussen. Sterf van de honger. Dus eerst even wat eten en dan naar Daniel. Yo, ik schrik me kapot, man. Oh shit. Hoe gaat het hier? Ja, goed. Oh, met je hand erop. Het is nog nat, ik dacht hij is droog. Nee, ik ben nog bezig. Mooi. Deze ga ik niet doen, dan doe ik deze. Dan laat ik die hard worden en dan doe ik het om. Dan is het helemaal klaar. Mooi. Ik ben ondertussen alweer omgekleed, gedoucht. En het hele kozijnvenster is af. Ik ben heel erg moe, want dat kunnen jullie ook wel zien aan mijn ogen. Een paar dagen tot heel laat doorgewerkt. Het is nu ook alweer 11:15. Demi is nu nog de vlog aan het afmaken. Dus dit is ook de laatste video voor deze vlog die jullie nu gaan inladen. Zodat we de vlog kunnen afmaken. Zodat jullie morgen de vlog kunnen kijken. Ja, en willen jullie nou dat we blijven vloggen? Doe dan even een blauw duimpje. Ook als je hem natuurlijk leuk vond. Ik heb hem geëdit. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Dat is echt heel belangrijk. Ja, ook kan je het belletje trouwens aanklikken als je wil dat je een melding krijgt. Wanneer wij een nieuwe vlog online hebben gezet. Nog 100 abonnees en dan zitten we op de 10.000. Ja, ook dat. 10.000. Nou, dan wensen jullie allemaal nog een fijn weekend, fijne zondag. En dan zien we jullie volgende week zondag. Doedoe.